Ja, ik hoor een kastje. Hij is open. Hij gaat er vanaf. Hoi, welkom op het kanaal van de Zoete Zusjes. Saar en Janne zitten nog op school, maar wij hebben vast iets superleuks, namelijk fairycorns. Turn it on. Gemaakt met Sarah en Janna met leuke rainbow corns. En nu zijn er dus de fairy corns. En dat kun je ook wel zien, want kijk, ze hebben hele mooie vleugeltjes. Het zijn een soort veetjes. En deze vleugeltjes kan je ook op je eigen rug doen, dus dat is leuk. En er zijn, als het goed is, 7 verschillende soorten. Kijk, dat staat er ook op. En er is ook een hele zeldzame, namelijk de gouden. Dat was vorige keer volgens mij ook. Misschien zit hier wel het gouden nijlpaard in. Je weet het nooit. We gaan er gewoon eentje openmaken en kijken of we hem kunnen vinden. Deze heeft in ieder geval mooie roze vleugeltjes. En volgens mij moet ik eerst plastic eraf gaan halen. Dus daar gaan we mee beginnen. Oeh, kijk, dit is een mooi hartje. Die zaten ook op de vorige rainbow corns. En dan waren het van die pailletjes die je zo omhoog en omlaag kon duwen. Nu zitten er glitters in. En volgens mij, als ik hem ondersteboven haal. Oeh, kijk, dat ziet er mooi uit. Een soort glitterwaterval. Hey, en er komt ook meteen een hint bij. Oeh, I love. En dan een toverstafje van een echt veetje. Dus die kan waarschijnlijk mooie dingetjes toveren. Het wordt tijd om hem open te gaan maken, om te kijken wat erin zit. Volgens mij moest je hem dan een hele dikke knuffel geven, toch? Ga ik even proberen. Ja, ik hoor een kakje. Hij is open. Hij gaat er vanaf. Is het gouden nijlpaard? Wat denk je, wat denk je? Nee, wat is het? Even kijken. Hij is niet goud en het is ook geen nijlpaard. Volgens mij is het een uiltje, een paars uiltje. Maar hij is ook super schattig. Kijk, ik til hem er even uit. Dit hartje kan op zijn buik. Kijk, er zit ook een clipje aan. Dus je zou hem zelfs nog, weet ik veel, in je haar kunnen doen. Of op je trui kunnen doen. Maar we doen hem even op zijn buik. Klikken we hem even erin. Even deze hier, aan de onderkant. Even kijken, je moet wel een klikje horen. Ja, hij zit erin. Kijk, met zijn glitterbuik. Nou, dat is leuk, toch? Kijk, nou heeft hij zo'n glitterwaterval buikje. Hij is heel zacht, trouwens. Lekker hoor, weer lekker mee knuffelen. Ik ga even kijken hoe die heet. Er zit van alles in nog, in de bak, in het ei. Dit is een boekje waar ze allemaal in staan. En we gaan meteen even kijken welke we er nu uit hebben gehaald. Even zoeken, zoeken, zoeken. Oh, kijk, het is Abra. Van Abracadabra natuurlijk, met zijn toverstafje. Deze is het. Die hebben we eruit gehaald. En we gaan snel kijken wat er allemaal nog meer in zit. Maar hier kan je al wel zien welke je allemaal kan verzamelen. De Rare Golden Hippocorn. Kijk, dat is het nijlpaard, het gouden nijlpaard die een beetje bijzonder is en zeldzaam. En dit zijn de andere, zoals Cookie. Die houdt denk ik van koekjes. VK, nou, die gaat lekker op vakantie. En wij hebben nu Abra. De Olcorn. De Elcorn. Kijk, en hier... Er zit een touwtje en dan denk je, wat moet ik met het elastiekje? Nou, dat is natuurlijk voor de vleugeltjes, zodat je deze zelf ook kan dragen. Dus je kan hem met het elastiekje hem aan de vleugels vastmaken. En dan kan je hem om je eigen schouders doen. Dan heb je eigen veevleugeltjes. Ja. En dan kan je nu aan beide kanten je armen er doorheen doen. Ga het even proberen. Ik denk dat ik hem zo even op Janna's maat moet zetten. Als die zo uit school komt, dan wil ze vast wel mooie vleugeltjes op. Kijk. Nou, wie wil dit nou niet? Ik denk dat Janna dit ook wel wil als ze uit school komt. Ik doe ze weer even af en dan gaan we even verder met uitpakken, want er zat nog meer in het ei. Er zit ook een heel klein eitje in. Dat zat volgens mij ook in de vorige. Even kijken wat erin zit. Oh, een heel klein babytje. Kijk eens even. Een hele kleine baby fairy corn. En dan zit er nog één ding in het ei. Kijk, allerlaatste. En dat is de fairy corn poep. Volgens mij zit daar slijm in. En het zit in 2 delen, dus ik moet het in 2 keren openmaken. We gaan even naar de eerste. Daar komt hij. Oeh. Lijkt wel een soort wolkje. Zie je dat? Even kijken of ik het er allemaal uit kan pakken. Ja, dat is gewoon wit slijm eigenlijk. Wel lekker slijm hoor. Plakt niet heel erg, dus dat is wel lekker. Maar je kan hem wel uit elkaar trekken. Klein beetje slijm. Volgens mij zit er onderin nog een beetje. Gaan we ook even openmaken. Oeh. Deze is geel. Ja. Gele slijm. En volgens mij moet je ze door elkaar heen mengen. En dan wordt het nog een ander kleurtje. Dat gaan we ook meteen even proberen.
Ik ga ze even door elkaar heen mengen. Het gele slijm en het witte slijm. Kijken welke kleur het wordt. Ik denk heel lichtgeel. Een beetje goudgeel. Kijk, en als je mengt, dan wordt hij eigenlijk een beetje licht paars, licht roze. Dus het is echt magic color mix. Dat stond ook op het zakje. Hele bijzondere fairy corn poep. Abra zetten we even weg, want we gaan verder op zoek naar de gouden fairy corn. In welke zou die zitten? Ja, ik gok toch op die gouden hoorn, denk ik. In welke denken jullie dat die zit? Zullen we voor de goud gaan? Want we zijn op zoek naar goud. Dus een gouden hoorn. Deze heeft ook een beetje gouden vleugels. Dus ik denk dat de kans groot is dat die hierin zit. Hier zit de hint. We gaan snel kijken. I love... iets met muziek. Een koptelefoon. Ik weet eigenlijk niet, had die gouden nou een koptelefoon op? Volgens mij niet. Mooie glitters aan de voorkant weer. Kijk, dat wordt weer een mooie glitterwaterval. Als je hem ronddraait. Dan gaan die glitters helemaal mee. We geven hem weer een dikke knuffel om hem open te maken. Ja, hij wil weer open. Even kijken. Oh, welke is het? Oh, dat is hem. Hele mooie gouden handjes en gouden vleugels. Maar geen goud nijlpaard. Dit is volgens mij een andere. Ik denk DJ. Ik ga snel in het boekje kijken wat erbij stond. Even kijken. DJ is het met gouden handjes, gouden vleugeltjes. En kijk eens op de vleugeltjes. Dan zelfs hele mooie muzieknootjes. Zie je dat? De G-sleutel. Muzieknootjes. Deze houdt echt van muziek. Een DJ. En hij zit helemaal onder de zilveren sterretjes ook nog. Zie je dat? We gaan het mooie glitterhart natuurlijk weer eventjes erop klikken. Even kijken. Yes! Nou, dat staat hem goed hoor. Al die mooie glitters die hij op zijn buik heeft, die zitten ook over de rest van zijn lijf. En in het ei zit natuurlijk weer een elastiekje, zodat je de vleugeltjes zelf op kan doen. Dit dingetje moet er weer even uit zo. Draai je een keertje rond en die is eraf. Dan kan je het elastiekje erop doen en dan heb je mooie vleugels met muzieknootjes. Een muziekfeetje kan je worden. Dus alle kinderen die van muziek houden, die willen deze wel graag hebben, denk ik. En in het bakje zit natuurlijk ook weer een ei. En de poep, zullen we beginnen met het ei? Daar zit hij. Een heel klein babytje. Een paarse met zilveren glitters op de hoorn. Ik ben weer even aan het mengen, deze twee poepjes. En het wordt alweer een beetje licht roze. Dus volgens mij hoe langer je wacht, hoe meer roze het wordt. En je kan hem ook heel lang uittrekken, kijk. Oeh, super lang. Moet je nooit met echte poep doen, kan alleen met fairy corn poep natuurlijk. Kijk, het is al een beetje roze geworden. Waarschijnlijk wordt het nog meer roze strakjes. In welke zou de gouden hippocorn zitten? We gaan even ine mine mutte doen. Misschien wat er dan de goede uitkomt. Ine mine mutte, 10 pond grutte, 10 pond kaas. Ine mine mutte is de baas. Dit is de baas. Deze gaat het worden. Ik heb er een goed gevoel bij. We gaan hem openmaken. Ik ga snel de hint lezen. Ik hou van en zo'n klutsertje van bakken. Had dat nijlpaard ook iets met bakken en kolen? Ik weet het eigenlijk niet. Ik hoop het. Ik ga hem even knuffelen. Kijk of hij open gaat. Hij gaat open. Is het hem? Zien jullie al goud? Ja, het is hem. Kijk. Oh, deze is wel schattig hoor. Een heel klein nijlpaardje. Even het haar een beetje voor zijn ogen wegdoen. Hij heeft mooie regenbooghaartjes. Zo, mooie gouden glitters ook. Kijk eens even. Een gouden waterval. Komt ie? 1, 2. Nou, hier horen hele mooie paarse vleugeltjes bij. Die je dus lekker zelf op kan doen. En weer een eitje. Even kijken welk babytje erbij zit. Ah, die is ook goud. Kijk eens even. Met een groen klein unicorn hoorntje. Deze drie hebben we uitgepakt. We hebben er nog twee. En we zijn natuurlijk ook benieuwd wat daarin zit. Nou had deze volgens mij een toverstafje. Dus misschien dat die ze even open kan toveren. Want dan weten we in één keer wat erin zit. 3, 2, 1. Oh, maar deze zijn heel leuk. Volgens mij is dit Cookie. Die houdt heel erg van lekkere koekjes. En dit is
vacay en die houdt van lekker op vakantie gaan. Nou, welke vind jij het allerleukst? Even kijken. Ik denk dat ik toch voor de L ga, de slimme L. Maar misschien vind jij een andere wel heel leuk. Deze is ook heel leuk. Die is lekker zacht met allemaal mooie sterretjes erop. Welke vind jij het leukst van deze 5? En er zijn natuurlijk 7 die je kunt verzamelen. En hey, volgens mij hoor ik de deur komt Janna uit school. Ik ga er even roepen, kan ze even de vleugeltjes testen. Janna, hey, was het leuk op school? Ja. Kijk eens wat we hier hebben. Hele mooie fairy corns. En die hebben mooie vleugeltjes. Wil jij die even passen? Ja. Dat dacht ik wel. Kijk, één arm hierin. Eén arm hierin. En kijk eens even. Nou. Janna is een vee geworden. Vind je het leuk? Ja. En welke vind je de leukste van de fairy corns? Deze. Hey, dezelfde als mama. Die vond mama ook het leukste. Het L'tje. Hey, super gaaf. Je mag de vleugels omhouden. Dit waren de fairy corns. Vond je deze video nou leuk? Geef even een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal onder deze video. Doei!